geef veel trainingen aan zorgprofessionals en waar ze het heel vaak over hebben is over de hoge werkdruk en hoe ga ik daarmee om. Het gevoel van altijd alles te moeten en overal gehoor aan te willen geven. En juist de tijdsurfer geeft daar een aantal hele mooie aanwijzingen voor om daar veel meer de regie in te nemen. En ja, als je goed leert om de regie te nemen, dan krijg je bijna automatisch meer rust om je werk te kunnen doen. Dus voor mij is het tijdsurfer kunnen aanbieden in de zorg een soort antwoord op hoe kun je nou op een andere manier met die hoge werkdruk omgaan. Ik ga die werkdruk in de zorg, die ga ik niet oplossen, dat kan ik helemaal niet. Maar wat ik wel kan, is mensen goede handvatten geven vanuit de tijdsurfer om beter met die werkdruk om te gaan. En wat ik merkte was dat zij gedurende de cursus steeds meer kwamen met verhalen van ja, en toen heb ik de tijdsurfer toegepast. En ik merkte meteen dat ik er rustiger door werd of dat ik dacht, nou ik ga eerst even een glaasje water drinken en dan ga ik pas de hectiek in. Dus dat ze er echt mee aan de gang gingen en het allemaal op hun eigen manier gingen toepassen. En dat vind ik mooi.